Yo mensen, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag ga ik de Divisie Rivals packs openen. Ik ga er voor de eerste keer op klikken. Eens kijken wat voor rewards we kunnen claimen. We kunnen optie 1 is 80 voor Champions punten en 2 megapacks. Optie 2 is 80 voor Champions punten en 4 megapacks. Niet veranderbaar, dus je kan ze niet verkopen. En optie 3 is 80 voor Champions punten en 34k. Ik zit een beetje te twijfelen tussen optie 1 met 2 megapakketten of optie 3 met 34.000 coins. Nou, voor de video ga ik voor optie 1. Omdat je gewoon ook gewoon 2 megapacks krijgt, dat is hartstikke lekker. Bevestigen. Kijk, rang 3. Ik had niet heel veel tijd om rang 2 nog te halen. Het kon wel. Maar 2 megapacks zijn ook hartstikke lekker natuurlijk. En ik heb nog een squad building challenge gedaan. Dat is In het Licht, heet het. Daar krijg je 500 coins voor. En een zeldzaam Electrum spelerspakket. Ik weet niet of dat een goed pakket is. Maar in ieder geval, je moest 2 Champions League kaarten inleveren. Ik heb voor de rest wat Nederlanders eromheen gemaakt. En wat Portugese spelers. Dus deze leveren we ook in. En die Champions League kaarten zijn maar niet zo heel duur, dus... Dat is prima te doen deze SPC. Er staat 4 pakketten, maar we hebben als het goed is 5 packs. Oh nee, we hebben 4 packs, want ik heb ook nog deze staan. De UEFA Champions League 2 spelerspakket. De SPC. 1 zeldzaam. We gaan kijken wat erin zit. Het is 1 zeldzaam. Zijn het wel borden? Nee, het zijn geen eens borden. Nou, ik vind het wel leuke packs om te zien. Het is Lallana, 82. Helaas. Ik kan ze ook helaas niet verkopen, maar ik vind het gewoon een leuke animatie. Al is het een borden. Helaas, dit was niks. We hebben nog 3 packs te gaan. Ik ga nu voor het zeldzaam Electrum spelerspakket. Hopelijk zit daar iets goeds in. Hopelijk kan ik mijn coins terugkrijgen. Eens kijken wat we krijgen. Oké, we krijgen geen borden. Helaas. Ik krijg een CBM van AC Milan. Dit is Bakayoko. Geen hele beste pack. Want je hebt 6 zeldzaam voor goud en 6 zeldzaam voor zilver. Dus stuur allemaal op naar de club en dan gaan we hopelijk. En dan gaan we 2 35k packs open. Hopelijk kunnen we 34k eruit halen. Zal wel lekker zijn. Nou, kom op. 30 items, 30 goud, 18 zeldzaam. Come on. Oké, het zijn geen borden. Helaas, het is een rechtsback van Tottenham. Het is Trippier. Oeh, dat is wel matig. Misschien had ik toch nog voor die 34.000 coins moeten kiezen. Want voor de rest zie ik niemand. Oké, kijk. Trippier is... Oh, 4k, dat is wel lekker. Maar ja, helaas nog niet de 34k. Die ik zo graag wil. Nog iets in het dubbele, nee, stuur op naar de club. En dan de laatste pack, megapakket. Come on. Hopelijk kunnen we borden krijgen. Kom op jij. Ja, eindelijk zijn borden. Argentinië, rechtsbuiten. Van Paris Saint-Germain. Het is Angel Di Maria. Ik weet niet hoe duur hij is. Het is wel een lekker kaartje. 11k max. Oké, gaat rond de 3k. Ah, best wel weinig voor Di Maria. Hier nog wat spelers. Ik denk dat ik voortaan ga voor de coins. Omdat ik... Ja, het is wel verleidelijk natuurlijk. Om die packs te openen. Maar coins is wel verstandiger. Maar helaas. Nou, dit waren de packs. Het waren niet hele goede packs. Maar ik wou het toch laten zien aan jullie... Abonneer op mijn kanaal, geef een like en dan zie ik jullie later. Ciao.